said, every pregnancy is different. So you have people that are still feeling sick after 24 weeks and people that are still okay. So it's really different depending on the person. I think it's really helpful for all of us that we are in the same situation. So we'll lay down. I'm from Turkey, and yeah, this is my first baby. There she is. I usually feel paranoid about being pregnant, and meeting all these people and helps me with the way I feel and feel good about myself. I learned that we usually have the same kind of problems, and I can just talk to them and learn a lot of things. I also share the experience I had so far. I am Sikki Lee from South Korea. What I like the most about this entering pregnancy is to meet a lot of people in the similar situation and learn many things about the pregnancy and the Dutch system as well. Sometimes I have some problems like pains and some symptoms. Of course, I can check in the forum or in the Google, but that might not be enough. My name is Grace Shen, and I come from China. We are all from the different country, and it's easy to join this group. Warm water. More like here. Yeah, like 50 weeks. Another one. And maybe you can ask your husband. Yep. Ik ben Sigrid Pelgrim, 28 jaar. Waarom ik heb meegedaan aan de Pregnancy Centre, omdat ik wil voorbereiden wat de zwangerschap inhoudt. En daar heb ik ook mijn kleine beste vriendinnetje gevonden hier ook. Ja, sindsdien zijn we echt bevriend geworden dankzij de Centre. Ik werd zwanger en ik had een aan- en uitvriend. En ik vond het hartstikke leuk voor Nasira en ook al die andere fantastische vrouwen. Die waren er gewoon voor mij. Ik ben Nasira. Ik heb een dochter Mayra van 2. Ik heb nog best veel contact met de rest van de groep. Mocht ik weer zwanger raken, dan zou ik het graag nog een keer willen doen. Als ik Center in Pregnancy met één woord moet omschrijven, dan is het voor mij sociaal. Je was altijd sociaal bezig. Je luisterde, je gaf tips, je kreeg tips, adviezen. En het was ook gewoon gezellig. Het was ook echt gezellig. It's meeting other expectant mothers. Group discussion is part of us. I like most about the group meetings, the atmosphere and the cozy feeling. Ja, het was echt heel vertrouwelijk. Every time we get much more confident. It's really nice to see that you are not alone, experience all the differences in your body, in your life. Ik moet nog wel lekker slapen daarna. Dat vond ik wel lekker. So I have 12 new friends. And if we count the babies, it's 24. Here we can share our experience and it really relieves my mind.